gekocht bij het goed. En ik draag ze best wel vaak. Het zijn van die kleintjes. Deze heb ik bij de Hema of de Ethos, een van de twee. Hartjes met allemaal gekleurde puntjes eraan. Die vond ik zo schattig. Die heb ik ook vaak gedragen. Deze heb ik onlangs gedragen. Zijn knopjes. Deze heb ik altijd in. Die gaan ook bijna als niet meer uit. Dus ik verwissel altijd de eerste. Deze heb ik bij de Hema. Dat zijn die halve. Die heb ik gedragen. Deze draag ik ook best wel heel vaak, die vorm. Ik heb er nog een paar, nog een aantal die ik graag draag. Even erbij pakken, dat vergat ik gewoon weer. Kijk, ik heb nog een paar nieuwe, die wil ik ook nog doen. Deze. En ik heb deze. Oh, die kan best wel bij mijn trui. Oké. En dan heb ik nog een aantal. Deze van de Ethos heb ik een aantal keren gedragen. Deze komen van haar. Die vind ik helemaal geweldig. Deze vind ik ook. Die komt ook bij van haar vandaan. En deze met steentjes erin. En die heb ik ook met goudkleurig. Die. En dan heb ik nog oorbelletjes besteld. Ook van de collectie van... Hoe heet ze nou? Me Online Shop. Daar heb ik ze besteld. En Noël had daar een samenwerking. En die hebben een aantal oorbellen uitgebracht. Er zijn nog meer, maar ik vond deze het leukste. Deze heb ik nog niet gedragen, maar die vind ik onwijs gaaf. En het is gewoon Fimo-klei, dus het is echt niet zwaar. Deze vond ik onwijs leuk, omdat ook een aantal... En die paaltjes vond ik zo leuk. En die beschrijving erin. Ik vind het helemaal geweldig. Die heb ik ook al een keer gedragen. Zo leuk. En deze Mickey. En dan heb ik deze. De roze, de bloempjes. Die. En dan had ik nog een paar extra besteld. Die ik onwijs leuk vond. Kijk dan. Gewoon van de Volkswagen busje. Leuk hè? Ik vind ze zo leuk. En ik kan je zeggen, ga daar kijken. Het is gewoon geweldig. Oké, het is wel prijzig, maar dan heb je ook oorbelletjes. Als je zilver wil, dit is allemaal met goudkleurig. Als je zilver wil, moet je dat even aangeven in de beschrijving als je gaat bestellen. En deze, die vond ik zo leuk. Dus die. En had ik nog meer? Nee, meer had ik niet. Nee. Oh jee. Dan waren we er doorheen. Ja. Oh, vergeet er een. Die had ik pas gekocht bij de laatste vakantie. Vorige week. Ja, ik ben 2 weken weg geweest. Heerlijk. Ik heb wel dingen gefilmd. Deze. Oh, dan valt hij eruit. Zulke mooie kleuren. En zo'n mooie pigment. Ik moest heel even bukken, sorry. Dat irriteert me dan. Ik ga het even... Kijk. Voilà. 1 hè? 1 veeg. In 1 keer, hè? Zo geweldig. Ietsje minder, maar je ziet het wel. Dit mag niet, maar ja, ik ben de enige die het gebruikt, dus dat scheelt. Dus ik heb mezelf om mijn hoofd schieten. En dit is, die komt van de DM Trend It Up. Vintage oogschaduw vibe, maar daar heb je nog andere kleuren van. Maar ik denk dat ik die ook maar misschien ga halen. Want ik ga het over 3,5 weken weer op vakantie.
En dan ga ik weer lekker shoppen in Duitsland. Dus zo lekker in Duitsland shoppen. Oh ja, en de laatste doe ik ook voor mijn nageltjes. Nail en Oil Cutel. Die zat toen ook laatst ergens in een box van Douglas. En deze ook. Is gewoon ideaal deze. Waarom dat is, weet ik ook niet. Kijk. Soms heb ik die, soms doe ik die. Net waar ik zin in heb. Als ik lui ben, doe ik die. En als ik er zin in heb, doe ik die. Dus ja, dat zijn de dingetjes die ik nu ontzettend... Oh ja. En ik heb nog iets nieuws. Tada! Nieuwe werkschoenen. Die zijn van Rona Shoes. Oh, ze zijn een beetje blauw geworden. Komt door mijn boek. Rona Shoes. Dus als je goede werkschoenen moet hebben, jongens. Ik kan ze aanraden. Ze lopen als een zonnetje. Oh, hier ook. Oké. Okay. Dus, ja. Dus ik zou zeggen, doe in ieder geval een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Want de dinsdag en de donderdag komen de filmpjes online. En ja, als je... Oh ja, dan ben ik nog vergeten. Even tussendoor. De Colab Chapeau. Dit is de origineel... Dit is vitamine E voor de sculpcare. Ik vind hem wel waanzinnig en het frist al even voordat je dezelfde dag je haar gaat wassen. Dus dan... Heb je toch weer even iets meer volume. Dus klaar. Oké, dus ik ga nu... Wat doe je dan maar? Nee. Dus ik zou zeggen... Laat dat ding even afdoen. Oké, nou zie ik jullie helemaal niet meer. Dat is zo vervelend. Ik krijg een nieuwe bril. 3 nieuwe brillen. Maar daar ga ik nog wel over praten. Ik zou zeggen, in ieder geval... Abonneer mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En de dinsdag en de donderdag... Komen de filmpjes online. Dat kan ook nog wel zijn dat er extra is. Maar dan zet ik het even bij de titel. Oké, ik zou zeggen. Ik ga hier de rommel opruimen. Ik zou zeggen.